Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. RTL Journaal, vers van de pers. Vanochtend werd de nieuwe Curaçaose cedula gepresenteerd. Ministers Pisas en Martina presenteerden samen met het hoofd van Crunchy het nieuwe identiteitsbewijs aan de pers. De nieuwe cedula is moderner en bevat meer gegevens. Volgens minister Ornelio Kit Martina van Bestuur, Planning en Dienstverlening is het nog steeds mogelijk om met de cedula te reizen tussen de verschillende eilanden van de voormalige Antillen. De minister-president van Sint Maarten, Sylvia Jacobs, heeft gezegd dat er bijna een akkoord is over het COHO. Het gaat om het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten praten daar al lange tijd over. Maar volgens Jacobs heeft er eind vorige week een vierlandenoverleg plaatsgevonden en daarbij zijn verregaande afspraken gemaakt. Volgens haar is het een kwestie van tijd dat die afspraken ook daadwerkelijk ondertekend zullen worden. Na Qualectra, nós atuamos tempo para servir ora com mais de comunico. Chama no centro de cliente, na telefone 0800-035, de aluna para viernes, fora de setor de mente até com o setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por favor. Para escolher para transita, riba aqualectra.com e aproveite a mesma hora, põe o documento na cerca, para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, sí, a Qualectra, seu centro de cliente, está lá para servir na e momento que está comendo a bo. De Extra meldt vandaag dat er afgelopen weekend een vrouw is aangehouden uit Bonaire die met valse COVID-papieren Curaçao was binnengekomen. Ze wist dat ze positief getest was, maar toch kwam ze binnen met papieren waarin stond dat ze negatief was getest. Uiteindelijk kon de vrouw worden aangehouden en is ze in isolatie geplaatst. Het multidisciplinaire team heeft afgelopen weekend veel gecontroleerd tijdens het uitgaansleven op Curaçao. Op die manier wil het team ervoor zorgen dat mensen zich aan de coronamaatregelen houden. Ronnie Cornelis van de Economische Inspectie maakt zich vooral zorgen over het gedrag van jongeren. Hij zag afgelopen weekend weer veel jongeren op straat staan. Ze staan dicht bij elkaar, drinken, maken lol en maken zich geen enkele zorgen over de coronamaatregelen, aldus Cornelis. Op de Helmin Magno Wiels Boulevard vond gisteravond een auto-ongeluk plaats ter hoogte van de kruising met de Camina Monseigneur Amado Reumer. Twee auto's botsten met grote snelheid tegen elkaar. Niemand raakte ernstig gewond, maar volgens de politie was het opmerkelijk dat één van de chauffeurs geen enkele papieren bij zich had. Niet voor zichzelf en niet voor de auto. Volgens getuigen zaten er in eerste instantie 5 mensen in de auto, maar wisten er 4 weg te rennen na het ongeluk. In de ballroom van het Marriott Hotel vonden zaterdagavond verkiezingen plaats voor Miss Universe Curaçao 2021. En die werden uiteindelijk gewonnen door Shariangela Seintje, een 27-jarige dame van Curaçao. Zij zal ons eiland vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe verkiezingen die in december zullen worden gehouden in Israël. De
Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer moet de Olympische Spelen in Tokio verlaten. Hij is positief getest op corona. En dat betekent dat hij niet meer samen met zijn tennispartner Wesley Koloff in het dubbeltoernooi verder kan gaan. De eerste wedstrijd wonnen de twee overtuigend van de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen. De tweede ronde stond gepland voor maandag, maar deze gaat nu niet door. Royer zou ook gemixt dubbelen met Kiki Bertens en dat gaat dus ook niet door. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.